mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games. En in deze video denk je ook van, what the fuck ben jij aan het doen, Dylan? We gaan een keer Clash Royale doen natuurlijk. Dat is een spel op je telefoon waar ik elke dag op school eigenlijk wel speel. Ik vind het super dope om te doen. Het is gewoon leuk en vermakelijk, vind ik op zich wel. En ja, ik heb het nog nooit gedaan op mijn kanaal. Ik moet ook voor het staan een keer voor een game video. Ik heb nog nooit gestaan voor een game video. En Clash Royale is een soort van, ja, waarschijnlijk kennen heel veel van jullie. Anders zou je niet op deze video klikken, weet je, als je het niet kent. We gaan het gewoon een keer doen. Dit is mijn deck. Het is een super nice deck, vind ik persoonlijk. Ik heb de Mega Knight, zoals je hier ziet. Kijk, bam. Legendarische Mega Knight. Dat ding is super dope. Ik heb hem vandaag gepakt. En ik ben er super blij mee. Dat ding is echt sterk, dat zeg ik je eerlijk. We hebben ook een prinses, een legendarische prinses. Allebei level 1 trouwens, want ik pack niet heel veel legendarische kaarten. We spelen trouwens ook met de tovenaar, vuurbal, skeletleger, vuurgeesten, de varkenschuiten en de woede. En de woede vind ik chill puur omdat hij alles versnelt. Dus bijvoorbeeld de varkensruiter tikt 1 keer per seconde of zo, dan tikt hij 2 keer per seconde. Gewoon dat het versnelt de boel gewoon en dat is super chill. Heel veel mensen gebruiken dit niet. Alleen als ik een deck gebruik zonder woede, dan speel ik heel slecht. Ik weet niet, ik heb dat nodig, wil ik winnen. Dus we gaan met dit deck een super dope potje neerzetten, hoop ik. We zitten arena 8. Ik zat eerst in arena 9, maar ik ben weer gedegradeerd eigenlijk best wel hard als je aan mijn trofeeën kan zien. Want ja, ik kwam 3 keer achter elkaar een P.E.K.K.A. tegen. En een P.E.K.K.A. is een groot ding. Dat is even scrollen, even loeren. Dat is dit ding. En ja, dat ding is super sterk. Je kan er niet zo heel veel iets tegen doen. En, maar ja, we gaan gewoon proberen. We gaan met het potje join 1v1. Dus kom maar op, we gaan het doen. Ik heb nog nooit zo'n video opgenomen. Dus waarschijnlijk zal het niet heel goed gaan of zo. Of misschien een foutje. We gaan gewoon concentreren op de game. Ik heb een varkensruiter klaarstaan. Die gaan we gooien. En dan gooi ik ook een prinses erachteraan voor skeletleger. En dan gaan we gewoon kijken. Ik dacht ik al de skeletleger gooien. Prinses is super dope. Oh, night, kut. Ik kan nu via links of via rechts. Ik denk dat hij die rechter gaat pakken met mijn mega ridder. Bam! Dat ik zo sick, hè. Ook al hoe die neerkomt gewoon. Springt hij? Nee, hij springt niet. Oké. Oké, die zijn down. Links en rechts hebben ze damage gedaan. Zo, op zich wel gewoon goed dat die allebei de torens heeft aangevallen. Wij gooien een tovenaar erachter. Dan kan... Dat ding is echt sterk, ik zeg het je eerlijk. Oké, mijn is een fucking toren hier. We hebben hem al gewoon. Nou, vuurgeestjes erachteraan, let's go. Die mega ridder gaat er wel echt voor, joh. Holy shit. Oké, dan gooi je gewoon een boedertje erop. Kijk hoe snel het nu gaat, ik zweer. Ah, helaas. Ah, skeletten, dat is wel jammer. Shit. We hebben al 1 toren en bijna... We gaan gewoon voor de 3 touwtjes, jongens. Fuck de police, zeggen we dan. Ik heb de varkensruiter en de prinses klaarstaan voor een aanval. Super dope. Skeletleger natuurlijk voor om te verdedigen. En ja, ik weet niet of jullie dit soort videos leuk gaan vinden. Als je het leuk vindt, doe dan zeker een duimpje omhoog. Dat zou ik zeker vaker gaan doen. Want ja, ik vind het wel dope om te doen op zich. Dit spel doe ik natuurlijk elke dag op school. Zo, dat was toch. Dat was een fucking grote voice crack. Holy shit, op school. Oké, nou, duimpje omhoog voor de voice crack, jongens. Oké, prinses en mega ridder gaan er vandoor, jongens. Kom op. Spint hier, wow, bam! Dat ding is zo doof. Ik zeg het je eerlijk, dat ding is echt gaaf. Dat zeg ik. Oké, gaat hij jumpen? Ja. Dan doet hij echt een hele damage gewoon. Besef wel, als je hem upt gewoon met levels, dan is dat ding nog sterker. Hebben zij een toren? De ja of de nee? Ja, denk ik. Ja. 100, doe je even proces? Easy win, easy win. Laten we gewoon nog een potje doen, jongens. Dit was wel heel erg gemakkelijk. We hebben gewoon met 3 kroontjes gewonnen, natuurlijk. Duimpje over dat. Was super dope. Oké, we zitten op de 2502 trofeeën. We gaan gewoon nog een potje doen. Maar we moeten naar Arena 9 gaan natuurlijk. Dus yeah, let's go. Oké, we moeten tegen de D-Gino. Als ik het goed uitspreek. Oké, we beginnen wel nice. Even een duimpje omhoog doen. Oké, we gaan met de varkensruiter en de vuurgeesten aanvallen. Ik wacht even totdat die varkensruiters... Dat die vuurgeestjes erbij zijn. Kijk, nu gaat hij lekker. Hij heeft de tovenaar, oké. Die tovenaar is kut, maar we hebben light damage gedaan. Holy shit, dat is echt een dope aanval. Meestal doe ik er ook nog een prinses achteraan. Dat is echt gewoon super dope. Oké, gewoon een skeletdegentje. En dan gooien we hier de Mega Knight op. Kut, nee! De tovenaar hier niet door. Maar ja, we hebben het hele boel. Nou, tovenaartje even neerklappen, die handel. Gewoon even een prinses erachter. Ik denk nu wel dat mijn Mega Knight super snel doodgaat. Want die Inferno draak die verdubbelt zijn damage steeds. En dat ding is echt sterk. Oké, we zijn nu wel een beetje fucked. Vuurballetje er maar. Ga ik ze alle 2 raken? Ja, dat is nice. Oké, nice. Zijn allebei down. Dat is mooi, want die andere gaat nu dood, die Inferno Draak. Die Inferno Draak is zo sterk, hè. Oké, Baby Draak. Hij wil draak dingen gegooid. Ook down, die vuurgeesten zijn ook echt een must-have in mijn deck. Dat zeg ik je eerlijk. Ik gebruik dat ding altijd. Skeletdekentje even snel, zo niet op te letten. Kut, sorry.
kutjes. Ze hebben ons torentje al, dat vind ik wel jammer. Dus gaan wij gewoon aanvallen van de ponies. Ik heb net iets neergezet. Ik weet niet hoeveel licht zo'n pomp is. Maar tot nu toe zit er niks in. Dus wij kunnen een lijp aanval doen. Nice, we hebben ze toren gehouden. Nice, je moet altijd gewoon een beetje kijken van... gooit hij iets, zet hij iets neer, dan moet jij iets neergooien. Dan heeft hij minder links om te verdedigen. De meeste mensen zijn wel zo slim om iets over te houden om te verdedigen. En ja, anders, you are the lul. Oké, tovenaar is nice. Best wel veel damage door tovenaar helaas. Maar ja, je fan draak zo sterk. Oké, hij heeft een tovenaar gegooid. Dan wachten wij met de vuurbal. Dan gooien hem op de toren en op de tovenaar tegelijk. Kan dat? Oh yeah, nice. daar was ik even blij mee, dat hij even raak ging. Zo, mijn stem is echt, jongens, ik zweer, dat is echt nog harder. Ik krijg voor iedereen gewoon, maar dat ding is echt niet normaal vaak te doen. Stemmetje. Oké, ik zit even te twijfelen. We gaan via links, denk ik. Fuck it, we gaan via links. Want we hebben dubbel elixir. Ik wacht even totdat die valk iets verder loopt. Dan gooi ik nu mijn kut. Oh shit. Nee, ik gooi niet mijn kut, want die heb ik helaas niet. Sorry jongens, voor de mensen die het wouden. Nee. Wat slaat er weer net op? We gaan voor de aanval, bitch. Oké, let's go. Nee, Mick en ik gaan aan de andere kant op, jongen. Ik heb de verdediging wel. Je moet naar de fucking kant op, ja. Ja, dit is heel jammer. Nee, dit gaat fout. Shit, ik heb de babydraak ook niet geraakt. Oh, gaat hij nog springen? Nee. We hebben wel damage gedaan, echt lijpe damage ook. Oké, er komt een prins aan. Van een skeletleger. Volgens mij heeft hij geen zap ofzo, dus dat is wel chill. Dan gaat dat skeletleger natuurlijk leven blijven. Prinses gooien, hij heeft een tovenaar. Het gooi je vuurgeestjes, jongens. We staan wel voor. Ik gooi mij. Nee, dat is niet slim. Ik ga met Mega Knight gooien. Even damage doen. Kut. We gaan deze keer laden. Bam. Oké, ik gooi vuur wel fout. Oké, ze hebben wel een lepe push deze, jongens. Oké, skeletleger is echt overpowered tegen Verdraak. Oké, hebben we die neer? Nee, kut. Nee, dit wordt een zware push. Jammer, helaas. Het is zo moeilijk, want in het begin bij mij gaat het altijd goed, want we hadden gewoon nice verdedigd en alles. Alleen, als hun eenmaal een goede push hebben neergezet, zodat hun... Kijk, ik moet dan verdedigen als hun mij pushen. Dus dan kan ik niet in de aanval gaan. Dus hun kunnen blijven aanvallen en dan zit ik eigenlijk in zo'n dingetje dat ik eigenlijk niks meer kan. Maar jongens, dit was de video. Hopelijk vond je deze Clash Royale video leuk. We hebben een keer gewonnen en een keer verloren, helaas. Hey, zo gaat dat helemaal. Dus ja, ik ben niet zo goed in dat spel, maar jongens, wil je meer van dit soort video's zien? Laat zeker een duimpje omhoog achter, zou super doof vinden. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik, tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.